We staan hier op de plek die voorheen vooral bekend stond als het ontbrekende stukje fietspad van het rondje voor de putten. Nou, dat hoeft niet meer, want inmiddels hebben we hier een geweldig fietspad liggen. Dat hebben we niet alleen gedaan, dat hebben we samen met een groot aantal partijen gedaan, waaronder het waterschap, die heeft hier de dijk aangepakt. Ik ben blij dat we samen met de gemeente Nisterwaard en Natuurmonumenten de Zuidoordse dijk hebben opgeknapt en het ontbrekende stukje fietspad hebben kunnen realiseren. Hiermee hebben we een oude verplichting ingelost. Door de samenwerking konden we besparen op diverse kosten. Ik hoop dat veel mensen die straks over de dijk of langs de dijk zullen fietsen, zullen genieten van het mooie landschap op Voorne Putten. Het was voor KWS bijzonder om in één integraal project als partner samen te werken met twee belangrijke opdrachtgevers. We zijn trots dat we met onze expertise en bijdrage hebben geleverd in het ontwerp, voorbereiding en de uitvoering. Het project heeft grote maatschappelijke waarde en het is tot stand gekomen middels wederzijds vertrouwen. Daarnaast hebben we goed kunnen samenwerken met Natuurmonumenten en de grondeigenaar Johan van der Beek. Ja, we staan hier onder een prachtige uitkijktoren bij de Beningen Slikken. Een mooi intergetijdengebied, vlak naast het nieuw aangelegde fietspad. Heel mooi hoe het fietspad zich nu verbindt met de rest van het gebied, waardoor wij meer mensen langs ons gebied krijgen. Daarnaast is er grond gebruikt vanuit ons gebied, waardoor wij de kans hebben gehad om een dijk weg te halen, om zo doorloop over die dijk voor wat broedvogels te voorkomen. En aan de andere kant is er nu ongeveer 1 hectare extra plasdrasgebied ontstaan, waar bijvoorbeeld rond deze tijd van het jaar trekvogels enorm interesse in hebben om wat op te vetten voor de lange reis. Wat maakt dit stukje fietspad nou zo bijzonder? Nou, vooral omdat het deel uitmaakt van het rondje voor de putten. Langs de oevers van dit mooie eiland. U krijgt alle mooie plekjes van dit eiland te zien als u dat fietspad neemt. En er was eigenlijk 1 best bewaard geheim, zo noem ik het altijd maar. Dat waren deze Beningen Slikken, een mooi natuurgebied. Alleen wel een doodlopend stukje fietspad. En dat was natuurlijk ontzettend jammer. Nou, dat hebben we hiermee opgelost. Wij zijn er ontzettend blij mee. Wij hopen dat u hier een kijkje komt nemen. Klim in deze uitkijktoren en kijk hoe mooi het is hier. En ik weet zeker dat u dan in het voorjaar, als het weer nog beter is, weer terugkomt.